iemand die bij Hays werkt moet bovenal heel positief zijn, heel optimistisch ingesteld. Iemand die bij Hays werkt is ook iemand die ervan houdt om elke dag opnieuw ervoor te gaan. En die er ook een challenge in vindt om mensen verder te helpen. Iemand die houdt van contacten met mensen, omdat het eigenlijk het is een hele sociale job. Je staat constant in contact met zowel klanten als kandidaten. En dat is ook wat het job heel boeiend maakt. Zowel klanten als kandidaten kunnen van mij altijd 100% commitment verwachten, maar anderzijds ook eerlijkheid. Eerlijkheid is voor mij heel belangrijk. Ik heb liever dat klanten en kandidaten weten wat ze van mij verwachten, dan dat ik hen een heel realistisch droombeeld geef. Dus om samen te vatten, commitment, eerlijke en open communicatie en realistische verwachtingen. Elk bedrijf, hoe groot of klein, heeft nood aan een goede recruteringspartner, aangezien dat personeel echt essentieel is om een bedrijf goed te laten draaien. En ook kandidaten kunnen zich altijd verbeteren op vlak op professioneel vlak in feite. Dus vanuit die ingesteldheid dat er eigenlijk geen limieten zijn in recrutering en dat we altijd voor klanten en kandidaten op zoek kunnen gaan naar iets beters en we altijd ook ons best kunnen doen om zelf beter te doen, is dat voor mij een motivatie eigenlijk voor elke dag om er weer voor te gaan en altijd dat beetje extra te geven. We zijn ook gewoon een hele toffe ploeg. We zijn mensen die allemaal dezelfde ingesteldheid hebben. En daarom niet alleen op het werk, maar vooral ook naast het werk gaan we graag een keer samen iets drinken. Bedrijfsfeestjes, maar ook feestjes die we eigenlijk zelf organiseren. Waar we ook wel merken van oké, we zijn echt wel one team, one Hays. En dat maakt dat het gewoon heel leuk is. Ik denk dat elk aspect van mijn job eigenlijk challenging is. Mijn dag ziet er ook elke keer anders uit. Ik sta ook elke dag met plezier op om te komen werken. Dat is geen cliché, bij mij is dat effectief zo. Elke dag is het anders. En er zit een challenge eigenlijk in alles. En de grootste challenge voor mij zit erin om zoveel mogelijk bedrijven en kandidaten te laten kennismaken met Hays. Als zijnde een heel kwalitatief recruteringskantoor. En ook met mezelf als zijnde een heel goede, misschien zelfs de beste partner om een recrutering mee te doen.